Humphrey Hildenberg, ex-minister van Financiën, is vandaag met staatseer ten grave gedragen. Hij is de vorige week zaterdagavond in het ziekenhuis overleden. De Nationale Partij Suriname, NPS, heeft gisteravond een Sinjiniti gehouden in Grundjari. Veel familie, vrienden en partijgenoten waren aanwezig om de familie bij te staan als troost op de laatste avond voor de begrafenis. De traditionele rondgang van het stoffelijk overschot vond vanmiddag vanuit Grundjari plaats en hierna bestond de gelegenheid voor het nemen van afscheid in de grote stadskerk. Hildenberg was van 1981 tot 1992 werkzaam bij de Nationale Ontwikkelingsbank. Zowel in 1992 als in 2000 was hij minister van Financiën. Samen met Wijlen André Telting, ex-governor van de Centrale Bank, heeft Hildenberg een belangrijke bijdrage geleverd aan het stabiliseren van de Surinaamse economie. Hildenberg was enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij is 71 jaar geworden.